VNO-NCW, dat is de werkgeversorganisatie. Dat wordt altijd in één adem genoemd met de vakbonden. Dus je hebt werknemers en werkgevers. Dat klinkt allemaal heel vriendelijk, maar uiteindelijk is het gewoon één grote lobbymachine voor vooral grote bedrijven. 180 lobbyisten hebben ze geloof ik in dienst. En dat is een vaste gesprekspartner van de overheid. Die zit er eigenlijk standaard in. Ik heb eigenlijk de vraag waar ik mee zit, is de volgende. Ik maak me grote zorgen over de lobbycratie die Nederland soms lijkt en de invloed die lobbyisten hebben. Maar wat ik je ook schetste, ik hoop dat GroenLinks straks met heel veel ministers en staatssecretaris in een volgend kabinet zit. Hoe zorgen we ervoor? De ministers en staatssecretaris die ik nu ken, ik ben het vaak niet met ze eens, maar dit zijn goede mensen. Hè? Het is niet dat dit slechte mensen zijn die als ze thuiskomen met duivelsoortjes. Het zijn gewoon hele goede mensen. Alleen, het zit in het systeem, hoe lobby werkt. En precies wat je zegt, dat de overheid zich altijd richt en ministeries altijd kijken naar de gevestigde belangen. Wat is nou het belangrijkste advies dat je mij zou willen meegeven? En al die GroenLinks-ministers straks, dat we niet in precies diezelfde valkuil stappen. Want ik denk niet dat als je denkt dat je beter, hè, dat wij betere mensen zouden zijn dan de mensen. Dat is niet zo. Het systeem je wordt erin gezogen. Ja. Wat zou je nou kunnen doen om ervoor te zorgen dat niet gebeurt? Want als ik nadenk van oké, dan ga je regeren, je hebt allemaal grote plannen. Ik zie de druk en de kracht van die lobby. Ja, dat maakt je kans van slagen om echt verandering voor elkaar te brengen veel kleiner. Dat is niet waarom we in de politiek zitten. Ja. Dus wat is jouw advies om dat tegen te gaan? Ja, ik heb daar geen kant-en-klare oplossing voor, denk ik. Nou, dat was me wel beloofd. Ik zou met jou gaan praten en dan zou ik daar... Ik ben ook heel benieuwd hoe je er zelf over denkt. Maar ik denk gewoon echt dat het heel belangrijk is dat je op een bepaalde manier boven de partijen staat, of dat je je gedachten vrij houdt of zo. Of dat je, dat je niet meegezogen wordt in die fuik van de lobby. Hè? Dus bijvoorbeeld als je gewoon het nieuws volgt, dan is er heel veel aandacht geweest en nog steeds voor waterstof bijvoorbeeld. Dus het is heel makkelijk om het idee te krijgen dat we die klimaatdoelen, die gaan we alleen maar halen met waterstof. Of dat wordt een hele grote, of dat is de oplossing. Dus die lobby die vernauwt een beetje de blik of zo. Of zo van alsof dat de enige oplossing is. En de enige aanpak. Terwijl dat er zijn allerlei keuzes te maken. Hè. Dus waterstof gaat er bijvoorbeeld vanuit dat wij blijven gebruik maken van ons aardgasnet. En dat we dan die gasindustrie ook eigenlijk een beetje in stand kunnen laten. Maar je zou je ook kunnen afvragen, als wij we staan op een... Even waterstof en aardgasnet. Want dit zijn allemaal waterstof. Waterstof is geen energiebron. Hè? Dus dat is niet... Waterstof is eigenlijk een soort van batterij, zou je kunnen zeggen. Dus als je elektriciteit produceert, kan je dat omzetten in waterstof. Ja. En dat kan je auto's op laten rijden, kan je fabrieken op laten draaien, kan je huizen op mee verwarmen. Ja. En waterstof lijkt heel erg op gas. En daarmee kan je de gasleidingen die we allemaal hebben lopen door heel Nederland, daar gaat straks geen Gronings gas meer door, maar daar zou je waterstof doorheen kunnen laten lopen. Hè? Dat is het verhaal, dat vertel ik zelf ook. Dat is een belangrijk onderdeel van die hele transitie naar een duurzame economie. Maar jij zegt daar iets over. Ja, ik zeg daar iets over. Dat we er niet in moeten trappen, hoor ik eigenlijk net. Ja, precies. Omdat mijn punt was, blijf je eigen koers uitzetten. En daarvoor is het denk ik nodig dat je je niet laat meezuigen in die grote verhaallijnen die eigenlijk steeds naar jou toe komen. Wil je weten hoe ik naar waterstof kijk? Ja, zeker. Ja. En dan gaan we zo weer terug hoor. Naar hoe wij dit anders gaan doen in een kabinet. Ik heb in mijn proefschrift naar groen gas gekeken. En dat is ook iets wat door de gasindustrie gepromoot is. En zij hebben daar ongelooflijk veel wet en regelgeving voor geregeld. En ook heel veel subsidie. En even groen gas, hè? Groen gas is, wat dat is biogas. Dus dat maak je uit mest en mais bijvoorbeeld. Of uit andere houtachtige stoffen. En dat kan je dan bewerken. En dan gaat het heel erg lijken op aardgas. Dus dat betekent dat je het in het aardgasnet kunt invoeden. En dat je het eigenlijk als waterstof kunt gebruiken voor precies, alle toepassingen. Dus alle mest die er dan is, in plaats van dat allemaal uit te rijden op het land. Of dat gaat dan naar een grote ketel, zeg maar. Een vergistingsapparaat. En daar ga je het omzetten met in chemische processen naar gas. Dat is wat het... En dat kan je ook met allerlei andere restproducten doen. Ja. Okay. Ja, dus je hebt biogas en dat ga je dan bewerken, waardoor het chemisch gaat lijken op aardgas. En dat noemen we dan groen gas. Ja. En dat heeft de gasindustrie, die heeft daar dus heel hard voor gelobbyd, echt jarenlang. Alleen het punt is dat er gewoon
ja, het potentieel daarvoor is gewoon niet zo groot. Nee, en dat komt omdat we niet zoveel restproducten in Nederland hebben om voldoende gas te kunnen maken. Precies. En het is ook nog heel lastig om dat decentraal in te voeren op het aardgasnet. Maar dat is nog een ander decentraal vraag. Invoeren op het aardgasnet. Omdat je aardgas, dat wordt dan, of dat groen gas wordt dan bij boeren gemaakt. Maar die wonen, dit is echt een technisch verhaal. Je wilt dat gas niet eerst nog over de weg gaan rijden. Dus dat moet het aardgasnet in. Alleen het aardgasnet is soms op sommige plekken maar heel, heel klein. Eigenlijk omdat er heel weinig vraag is. En je kunt het niet zomaar terugsturen naar het grotere net. Dus even, als we de vergelijking maken. Nee, dat is super interessant, vind ik het. Eigenlijk wat je ziet met zonnepanelen. Veel mensen, ik heb zelf ook zonnepanelen op mijn dak. In de zomer levert dat meer op dan dat ik verbruik. Ja. En wat ik niet zelf gebruik, dat geef ik terug aan het stroomnet. Ja. Maar met gas is dat veel moeilijker. Hè? Het is niet, precies. Dus je kan niet zomaar even zelf gas opwekken en dat dan in de gasleiding stoppen. Dus als je dat op allerlei decentrale plekken hebt, dus bij boeren die hun mest aan het vergisten zijn, dan heb je gewoon een probleem met hoe je dit moet distribueren. Ja, dus je kunt het eigenlijk niet goed kwijt. Dus eigenlijk, precies, eigenlijk werkt het. Ja, dus dat maakt ook, naast die grondstoffen zeg maar, dat er niet zo heel veel potentieel is voor groen gas. Maar wat ik zag, we gaan naar waterstof. Ja, dat de gasindustrie, die praat wel in elk praatje over dat we richting groen gas gaan. Dus dat geeft mensen het idee dat we die aardgasvraag, die gaan we gewoon vergroenen en dat is dan allemaal geregeld. Maar goed, dat was allemaal niet zo succesvol eigenlijk, dat groene gas. Maar toen, de laatste jaren, zie ik gewoon dat er heel veel aandacht is voor waterstof. Dat exact dezelfde gasindustrie is met dezelfde mensen ook die dat promoten. En dat het weer iets is wat eigenlijk, waterstof zal wel een deel van de oplossing zijn, of van het nieuwe energiesysteem, maar het is niet iets wat alles gaat oplossen. Nee. En wat ik zie, is dat zij zeggen dus, en dit is wat ik meestribbelen noem. Dus zij zeggen, wij gaan als gasindustrie helpen om de klimaatdoelen te halen. En dat gaan we met waterstof doen. Dat is een hele mooie groene brandstof of gas. En dat kunnen we dan ook heel mooi door dat gasnet sturen. Maar op dit moment hebben we gewoon nog niet genoeg duurzame stroom om dat te maken. Dus we gaan in eerste instantie gaan we dat dan wel maken met aardgas. En dat noemen we dan blauwe waterstof. Maar dan willen we dan wel heel veel subsidie voor hebben. Dus in mijn ogen, en dan ben ik misschien een beetje cynisch, maar is dit eigenlijk greenwashing met overheidssteun? Want zij gaan dus eigenlijk overheidssteun vragen om meer gas te verbranden om blauwe waterstof te maken. Mm-hmm. Omdat ze ooit in de toekomst het misschien duurzame waterstof gaan maken. Ik zie daar ontzettend veel parallellen met die lobby voor groen gas, die eigenlijk meer een soort super interessant groen verhaal geeft dan een echte groene oplossing. Mag je mij vertellen hoe ik er als politicus naar kijk? Ja. Want ik denk inderdaad dat waterstof een hele belangrijke component is de hele mix hoe wij naar een duurzame economie komen en onze energievoorziening kunnen veranderen. Ik zie deze lobby ook. Maar nu zitten we met een bestuurlijk dilemma. Omdat er nog niet genoeg groene stroom is, dus wat we met windmolens bijvoorbeeld van de Noordzee opwekken, en om dat omzetten in groene waterstof. Maar je moet wel de techniek verder. Je moet wel de techniek verder ontwikkelen. En daarvoor moet je, dus nu zit je in een soort van grijs gebied. Hoe gaan we dat? Hè, hoe ga je dat doen? Wat ik bemerk is, op welke techniek moet er ontwikkeld worden? Om waterstof om elektriciteit om te kunnen zetten in waterstof. Om dat goed te kunnen doen, zo efficiënt mogelijk. Als je gaat wachten totdat je alleen maar groene energie hebt, dan zijn we eigenlijk te laat, want je wil het dan al hebben klaarstaan. Dus waar ik naar zoek is, hoe kan je ervoor zorgen dat je wel, dat we accepteren dat het nu nog de blauwe waterstof is, maar dat je het weet te beperken in tijd, in duur, in de subsidie die erheen gaat. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het niet een hele, dat het experimenteel blijft. Ja. En dat het niet een business case is. Maar dan moet het toch gewoon op kleine schaal. Dan is het toch gewoon een onderzoek. De vraag is hoe groot de schaal is. Hè? Maar wat je wil is dat de schaal ook groot genoeg is om echt goed te kunnen experimenteren. En niet alleen een laboratorium setting. Ja. Je wil dit ook in de praktijk proberen. Maar de vraag is, kom je niet in een lock-in terecht, waardoor je vast blijft, dat je zegt, nou, eigenlijk is dit wel prima zo op deze manier om te doen. En dan verduurzaam je niet echt. Ja, en dat is precies het pad waar de gasindustrie op zit. Maar daar heb je volgens mij politici voor nodig om de rechte rug te houden. Ik wil even terug naar, want ik vind het heel, waren bij staatsgeld. Maar hoe ga je dit nou doen als je in een waar ik wel eens aan zit te denken, dat VNO-NCW, dus even voor iedereen die dat niet kent. Dat is dus de grote werkgeversorganisatie. Die hebben iets van 180 lobbyisten in dienst. Die zijn de vaste gesprekspartner van de overheid op alles. Zij leveren altijd mensen voor commissies. Het gaat altijd
Zou je niet eigenlijk gewoon rücksichtloos moeten zeggen, ze komen gewoon niet meer, VNO komt als organisatie niet meer binnen. Want we weten wat we daar stoppen we gewoon mee. En we gaan wel taskforce zullen we hebben en werkgroepen en onderzoekscommissies. Maar die gaan we iedere keer opnieuw samenstellen door te kijken naar wat zijn nou eigenlijk de mensen die hier het meeste van weten met de minste belangen. Dus die de minste, waar de minste verstrengeling op zit. Betekent het ook dat we meer moeten investeren in wetenschap, zodat je minder afhankelijk bent? Ik zie ook een logica. Dus in de, even een stapje naar hoe wetenschap in Nederland wordt gefinancierd. Dan heb je allerlei geldstromen. Dus ja. De eerste geldstroom komt van de overheid. En dan heb je een tweede geldstroom waar je nog zelf op moet inzetten. En eigenlijk is, wordt steeds meer is het belang, heeft VVD voor gezorgd, dat bedrijven moeten cofinancieren. Ja. Daardoor wordt wetenschap steeds meer afhankelijk van bedrijven. Ja, dat heb ik ook gezien. En daardoor wordt onafhankelijkheid van wetenschap is steeds, komt steeds meer onder druk te staan. Ook daar heb ik geen twijfel aan de integriteit van wetenschappers, zoals ik geen twijfel heb over de integriteit van bewindspersonen, van ministers. Ja. Alleen het systeem maken we zo dat het wel heel moeilijk is om daar niet in, daarin niet in mee te gaan. Ja. Dus eigenlijk er wordt te zorgen dat er meer onafhankelijke wetenschap is in Nederland, ook verder kijken dan Nederland en in de hele wereld. En iedere keer niet naar één organisatie kijken die de gevestigde belangen vertegenwoordigt, maar voortdurend kijken, oké, we willen veranderen. Wie is eigenlijk de nieuwe industrie? Precies. Wie moeten wij gaan helpen om die stap te kunnen gaan zetten? Ja. En met hen aan tafel en daar een soort van regels over formuleren, waarmee we proberen dat systeem te veranderen. Want ik ben ervan overtuigd, als we dat systeem niet veranderen, maakt het echt niks uit wie we daar zetten. Kunnen we zelfs jou daar. Ja. Word jij de volgende minister-president? Maar dan gaat er, en jij weet precies hoe het werkt. Je hebt er een prachtig boekwerk over geschreven, maar er verandert niks. Ja. Nee, ik denk dat je dat goed ziet, omdat je bent een, als je in het kabinet zit, heb je denk ik ook niet heel veel tijd om de dingen te laten bezinken en daar afstand van te nemen. Dus als aanvulling op, ik denk dat jouw idee is heel interessant om, eigenlijk wat jij zegt is gewoon die continue stroom van beïnvloeding, zeg maar, daar wil ik eigenlijk een halt toe roepen. En ik ga meer bewust kiezen met wie ik waarover ga praten. En dan ga ik heel bewust die nieuwe partijen uitnodigen. En ik denk dat je daarbij, misschien moet je die nieuwe partijen daar zelfs gewoon dan de onkosten voor betalen. Of een soort vergaderfee of wat dan ook. Omdat wat ik zei. Ja, die hebben daar eigenlijk geen tijd voor. Dit is die politieke economie. Ja. Zij kunnen die tijd en dat geld helemaal niet missen. Nee. Dus misschien moet je dat ook nog op die manier faciliteren.